Hoe kom je erbij om bier te gaan brouwen? Ik liep iets van 11 jaar geleden op een braderie in Borne. En daar stond de vertegenwoordiger van een gilde, Twentse bierbrouwersgilde. En toen kreeg ik door dat het mogelijk is om bier zelf te maken. Ik was al een bierliefhebber en toen ben ik dat vanuit dat gilde ben ik dat gaan doen. 4 keer per jaar dan huur ik een brouwerij en dan maak ik een groot brouwsel en dat verkoop ik. Maar na het recept van jezelf? Ja, je levert altijd zelf het recept aan en afhankelijk van welke brouwerij je inhuurt doe je zelf niks. Hè. Alleen het recept aanleveren en op een gegeven moment krijg je bier op je oprit staan. Of je kunt ook veel meer invloed in het proces zelf hebben, dat je de hele tijd aanwezig bent en ook bepaalt hoe het gebeurt. Dus, waarom moeten we jouw bier drinken? Omdat het ambachtelijk is. En ik ontwikkel goede recepten thuis. En die, is dat natuurlijk? Ja, zoveel mogelijk wel. Dus het hangt een beetje vanaf hoe je het doet. Hè? Dus als je een Duits bier, dit is een Hersbock, dat is een Duits biertype, dan is het helemaal reinheidsgebod. Als ik een Belgisch biertype maak, dan is er wat meer toegestaan. Dan kun je wat meer toevoegingen doen, bijvoorbeeld kandijsuiker, dat soort dingen. Maar het is wel allemaal natuurlijk, dat zeker. Ja. Maken alle brouwers hetzelfde? Nee, het zijn totaal verschillende biertypes en die zijn ook niet met elkaar te vergelijken. Maar ik probeer echt 4 keer per jaar echt een seizoensbier te maken. Dus dit is een bier voor de herfst en straks komt een bier voor de winter en daarna komt bier voor het voorjaar. En dat zijn echt totaal, dat zijn niet vergelijkbare bieren. Ja. Ben je niet uit wegen van alcoholisme of wat dan ook begonnen? Nee, zeker niet. Nee. Maar je lust hem zelf wel graag? Ik lust het graag, maar je moet het wel een beetje zien te matigen. Zeker als je het zo overvloedig in huis hebt, dan moet je oppassen dat je niet te veel drinkt. Maar ik ben een liefhebber van mijn eigen bieren, dat zeker. Ja. Waar ik het aan verkoop? Ja? Dat zijn, met dit brouwsel is het heel leuk, want het is bijna helemaal in Almelo afgezet. Vorige brouwsels moest ik meer elders in Twente afzetten. Maar dit bier is echt geland in Almelo zelf. Smaakt die? Ja, die smaakt heerlijk. Smaakt die heerlijk? Echt, Almelo is heerlijk. Almelo is heerlijk? Ja. Wat is dat? Wat is dat? Ja, een speciaal biertje. Echt een herfstbakje. Oké, dankjewel. Hallo Henk. Hoe smaakt het bier? Ik vind het voortreffelijk. Het is zo leuk dat je eigenlijk de smaak van je eigen, boomgaard erin terugproeft. Hè? Ja? Ja. Eigen hop. Ja, de hop is van Freek. Maar ik heb regelmatig even een telefoontje van hoe staat het erbij. Dus hij volgt dat nauwgezet. Oké. En altijd precies op tijd met het oogsten. Alleen, ja, ik kon er niet bij zijn dit jaar, helaas, dus ik mag er wel van genieten. De eerste keer dat het bier in Almelo getapt wordt, ik zou zeggen op Rut, op Bel en op Lijn. Heel mooi gesproken.